uw radio voor Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Dit is jouw muziek en nieuws uit je achtertuin. 6 FM met nu. 6 FM in business. Elke vrijdagmiddag tussen 5 en 6 toonaangevende en nieuwe ondernemers uit de regio. Blijf op de hoogte van de nieuwste start-ups, fiscaliteit en een gezonde dosis lifestyle. Dit is 6 FM in business. Ja, goedemiddag luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van 6 FM in Business. En we hebben een beetje een bijzondere uitzending deze week. En niet alleen vanwege het feit dat u ons om 4 uur al hoort, maar met name ook vanwege de rode draad die we in dit programma hebben gebracht, Peert, om aan te brengen. Een aantal weken geleden hebben we het al een keer over lopen lastigvallen dat ik eens een keer een cursus heb gedaan op de hotelschool. Leeuwarden in dit geval. En vandaar dat we zoiets hadden van nou, hè, die hotelschool die bestaat nu bijna 30 jaar. En laten we eens kijken wat er van al die oud-hotellers is geworden. Want hè, het vooroordeel is dat velen van hen alles behalve in de horeca eindigen. En als Therese zegt, nou weet je wat, we gaan gewoon eens controleren of dat daar werkelijk het geval is. Dus vandaar deze bijzondere aflevering. Mocht u in het Gooi nog via de Eet luisteren, welkom op de 92.0 of de 105.1. Mijn naam is Lars van Oon. Naast mij zit Genk en Hansson. Daar gaan we overigens helemaal aan het eind nog wel even mee bellen. Maar in dit geval Inga Tjapkes. Hallo Lars. Inga. Hoe is het mogelijk, hè? Ja! Twee hotello's die allebei in de radio en televisie terecht zijn gekomen. Nou, laat ik zo zeggen, jij verdient er ook je brood mee. Ja, en ik, bij mij kost het vooral geld. Ja, jij doet het voor de leuk. Inga, de achtergronden, de aanleiding vanwege het feit dat we deze uitzending maken. Daar had je iets toch over nagedacht. We zijn nu zoveel jaar verder. Nee, precies. Weet je, we begonnen in 1987. Nou ja, wij niet. Wij zijn van de lichting 88. Ja. Maar toen waren er natuurlijk nog helemaal geen mensen afgestudeerd. Inmiddels zijn we bijna 30 jaar verder. Dus er moeten al 26 jaar lang alumni van de Hoge Hotelschool op de markt zijn gezet. Nou ja, ik heb een beetje een rekensommetje gemaakt. Maar ik heb geen flauw idee of dat klopt. Ik denk zo'n 200 tot 300 mensen 26 jaar lang ieder jaar. Uh-huh. We gaan straks even checken of dat klopt. Dus er moeten wel zeker 5.000 tot 7.000 mensen op de wereld rondlopen. Want dat is natuurlijk de bedoeling van deze opleiding geweest. Ja. En niet alleen in Nederland, maar vooral wereldwijd. In de hotellerie, in de hospitality, overal moeten die mensen zitten. Het is een grove schatting, maar daar komen we dus straks nog wel achter. En het is eigenlijk inderdaad veel breder, want finance zitten mensen ook. Ja, veel banken. Veel banken, maar ook veel dienstverlening, super breed. En wat is er eigenlijk geworden, Lars, van die eerste ambassadeurs die over de hele wereld en over heel Nederland uitvlogen? Nou ja, wij blijven vooral in Nederland, in de Benelux, in Europa. Vandaag. Ja. We doen één telefoontje naar Vietnam. Ja, met een klein tijdverschilletje. Ja. Maar dat komt goed. Iemand zit in de bar op ons te wachten. Dus wij willen vooral weten, waar zijn ze gebleven? Hoe begon het allemaal? En hoe vonden zij hun succes? Ja. 2 uur lang, hè? Zo gaat het. En die gaan we ongetwijfeld gaan we die vol maken. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Jouw muziek en nieuws uit je achtertuin. Dit is 6FM.